Goedemorgen. Ik ben net wakker, uiteraard ligt te slapen. We zijn in de auto onderweg naar de WCC. We gaan een dagje meelopen om te kijken wat het nou precies is. En een hoop leuke mensen gaan we ontmoeten. En we hebben mee... Ja Jordi, goedemorgen. En natuurlijk Jos Benders. Oké, hoe chill, ik heb gewoon wifi. Maar waar is die? Die is natuurlijk naar het toilet. Want die heeft de blaas de grootte van een pingpongbal. Dus we moeten ongeveer om de 10 minuten stoppen. Maar goed, we zijn er 24 uur. We hebben de stretchers meegenomen. Even kijken waar we gaan tukken. En voor de rest gaan we gewoon een gezellige dag ervan maken. Ondertussen genieten we van het natuurschoon hier. Jos, moet je hem nou echt weer wegjagen, joh? Ik zei nog, ga nou niet rijden. Hij gaat alweer zitten zo. Kijk maar. Zie je hem komen? Zo, hij gaat wel. Wat zou je terecht zien? Het is gewoon het Afrika hier, joh. Yeah. Wilde beesten. Wildlife. Nou, we rijden nu op het bospad bij Madien. We hebben al verschillende stekken gezien, ook wat Nederlanders. Daar gaan we zo meteen eens even buurten. Maar we gaan eerst even deze accu brengen bij Ronnie van Berlo, want die zat zonder accu. Zo zijn we dan ook weer, hè? Behulpzaam. Dit is de stek van de AVK, jongens, waar we even de accu moeten afgooien. Zit er mooi erbij, zo'n bos. En, wat gevangen vannacht? Morgen? Kroeskarper. Een kroeskarper? Die telt niet, kroeskarper. Nee, die telt niet, maar daar ga je het ook niet mee winnen, denk ik, al zou die tellen. De parkeerplaats met alle karperbussen erop. We gaan nu even naar het centrale gedeelte waar Ross Honey is. De directeur van het event. Kijken of hij ons een mooie tour kan geven. Als jullie kan zien, zijn we op de stek bij Ardy. Steven zijn hoofd te scheren. Ook een mooi stekkie en er zit vis. Ze verspelen ze alleen, omdat het te lang duurt voordat ze bij de boot kunnen en dan zit de vis al in het wiel. Hij is dus wel een paar keer afgelopen, dus aan de stek ligt het niet. Ardy, ben je nog een beetje aan het trainen hier of niet? Of? Ik heb wel wat gaan, maar niet veel. Nee? Nee. Dubbeltjes meegenomen of iets? Of? Nee, wij doen het met elastiek, hè? Echt waar? Is dat net zo zwaar? Dat is net zo zwaar. Maar eigenlijk moeten we dan misschien een keer kijken dat een soort trainingsprogramma voor de karpervisser aan de waterkant ontwikkelen bijvoorbeeld. Weet je hoeveel e-mails je krijgt daarover? Over fit blijven langs de waterkant? Juist. Met voeding en met training en wat ze kunnen doen. Dus dat, dat wil ik echt in een boek gaan verwerken of een goed artikel. Oké, ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja. Al die vissers die zijn natuurlijk zo ongezond. Dit is het uitzicht vanaf het mediacenter van de WCC, centraal op Lac de Madien. Hier kun je ook zien hoe groot het meer is. Hier zitten dan nog tientallen armen aan verbonden. In totaal 96 koppels die strijden om de titel. De Nederlandse dames doen het erg goed. Daar gaan we zo even bij kijken. Oké, dat is Jos Benders. Die staat ongeveer de 23e keer vandaag te zeiken. Ben je die boom aan het bewateren, Jos? Hete daad, jongen. Zal dit nu een veilige plaats zijn voor de vissen? Wie weet liggen ze massaal onder de boten. Jos, je weet dat het ongeveer 3 minuten geleden was dat je tegen die boom aan stond, hè? Ik ben ooit naar de dokter geweest voor dit probleem. Ross, de WCC. Cameraman van Sky TV. Rob Dudes. En natuurlijk Jordi op het hof. Eens. En op ons door op de kant van de beek van de comfort zone Bay Area. Dus ook voor de guys die we zijn looking at. We have a look around us now. This is a big fish. Is het betere werk, de Amerikaanse dame. We staan aan leiding. Samen met Hans, de Nederlander. Ik stek bij Hans, staat bovenaan, maar goed, het blijft op het laatste moment spannend natuurlijk. We gaan nog niet praten over winnen, want dat brengt alleen maar ongeluk. Even de eventdirecteur van de boot af. Rob gaat hem helpen. Oké, Rob, make a stunt. Everything for the viral. Take it all, ladies and gentlemen. For the viral. Oké, I got two pairs. Oké, Ross is ook aan land. We staan dus op de stek waar het hoogst gemiddelde gewicht is gevangen. Morgen is de wedstrijd afgelopen. Super spannend dus of ze gaan winnen. The plan is, you know, we're down to the wire right now, less than 24 hours, and we're just gonna do what we've been doing, keep it going, and catch big fish. That's what we know how to do. That's our captain. Yeah. Look, you can do better than that. We zijn bij het Poolse team. Ze hebben niks gevangen. We hebben wel ongeveer 15 flessen vodka op. Zoals het geel in traditie is in hun cultuur. Ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się... We zijn net de boot afgekomen bij Ross.
stappen nu weer in de auto. Dan gaan we naar de andere kant van het meer. Gaan we kijken bij onze Nederlandse trots, de twee dames. Die doen het erg goed. Dus ik ben benieuwd of ze ons wat interessants kunnen melden over hun tactiek. Dit is de waakhond. Van de dames. Hoi. Mooi stekje waar ze dus al wat grote vissen gevangen hebben. Nederlandse vlag goed in beeld. De dames zitten best ingesloten, maar dankzij hun tactiek hebben ze wel een aantal grote vissen al weten te vangen. Ze staan nu derde op de lijst. Dus tot nu toe in de prijzen. Maar we hopen natuurlijk dat ze hoger kunnen eindigen. Oké, dames, we staan op jullie stek. Jullie staan op de derde plek nu. Dat is natuurlijk goed, want jullie verdedigen onze trots van het land. Dus we zijn weer zeer blij met jullie. Maar hoe gaan jullie de laatste nacht in? Hebben jullie nog vertrouwen dat jullie nog wat gaan vangen? Ja, wij hopen het van harte natuurlijk. Ik kan nooit met zekerheid zeggen dat het gaat lukken. We hebben er wat ons betreft alles aan gedaan om het af te dwingen. Ja. In aaskeuze, in richtkeuze en de positie van de hengels. Dus heb je nog dan nu nog een troef achter de hand? Dat je zegt van joh, dit bewaren voor de laatste nacht alles of niks? Ja, ja. En die zitten nu in? Alles ligt op scherp. Ja, alles ligt echt op scherp. Okay. We go for it. Super. Nou, we gunnen het jullie van harte. En ik denk alle kijkers van KBO natuurlijk ook. Dus succes, dames. Okay. En hopelijk zien we jullie morgen op het TNO. Toppie. Dankjewel. High five. We zijn hier op de stek van de Italianen. Die staan op dit moment tweede. Nou, een prachtige stek van de Italianen. We snappen dat ze hier een aantal vissen hebben gevangen. Op dit moment zijn ze aan de overkant. En daar de hengel opnieuw aan het uitvaren. Strak tegen driet. Ze vangen de vissen ondiep. We hebben vier vissen. En als ze vannacht een vis vangen van 19 kilo of meer, dan gaan ze aan kop en dan winnen ze. Dus ja, die kans zit er best in natuurlijk. Nou, ondertussen zit Jordi alweer zijn visfoto's te kijken. Deze man, hè. En maar vissen laten zien. JP achter het stuur. Onderweg naar de eerstvolgende McDonald's, denk ik. Ja, zeker. Het was een lekker dagje. Mooi weer. Leuk om het WCC een keer meegemaakt te hebben. Goede vibe. Leuke mensen ontmoet. Dus ja, een geslaagde trip toch? Zeker. Ja. Levensgevaarlijk die waakhonden.